het is eigenlijk heel moeilijk geworden. Ik heb het scenario van deze film geschreven in het jaar 2003. Dus dat is al 14 jaar geleden. En de film is ook al verschillende keren bij een aantal producenten gepasseerd en dan bij 100% terechtgekomen. Maar en zeker omdat het een heel artistiek project is, was het ook moeilijk verkoopbaar. Maar na 14 jaar is het dan uiteindelijk toch wel gelukt om de film te kunnen maken dat ik wou. Dus het was niet zo makkelijk om hem te maken. Maar... Je hebt hem kunnen maken met sterke acteurs in een mooie setting. Je hebt uiteindelijk wel de film kunnen maken die je wou. Ja, absoluut. Maar aangezien dat ik er 14 jaar over gedaan heb, had ik ook de tijd om heel veel te zoeken naar de juiste locatie. Ik heb heel veel rondgereden in België, in Hongarije, in Nederland en uiteindelijk in het noorden van Frankrijk terecht te komen. Om daar de perfecte locatie te zoeken of te vinden. Ook qua acteurs, allemaal heel goed over nagedacht wie dat ik allemaal ging nemen. Ook qua camera, Rimvidas Laipus. Het was allemaal niet zo evident om zo'n talent allemaal te strikken, maar als je tijd hebt en mensen kunt overtuigen, dan... En de film had ik al verschillende keren gemaakt in mijn hoofd ondertussen, in al die jaren, dus ik wist exact wat ik wou en wat ik ermee wou bereiken. Dus uiteindelijk is de film wel geworden zoals exact wat ik hem wou, dus daar ben ik wel heel blij mee. Alles over de Belgische cinema op cinefox.be.